Yo, Nintendo fans! Dit is mijn 1000ste video! What? 1000 freaking video's! Hoe dan? Oh man, toen ik hier bijna 5 jaar geleden aan begon, had ik nooit verwacht 1000 video's zou uploaden op dit kanaal. En nou zocht ik dus naar een leuke manier om dit te vieren. En nou had ik misschien mensen kunnen vragen of ze mij wilden feliciteren. Maar het is veel leuker om een paar mensen te vragen om grappen over mij te gaan maken. De zogenaamde Rico Rose. Badababom, pow. Dus even, voor degene die niet weet wat een roast is. Ik heb dus 3 YouTubers gevraagd om mij compleet belachelijk te maken in een kort videootje. En het leuke is dat ik ook grappen mag maken over hun. Dus jullie kennen mij misschien als een heel aardig persoon. Althans, misschien. En welke YouTubers vraag je dan af? We hebben David van DDG. Oh, je kijkt al 2 jaar naar mijn kanaal en je kent David niet? Ja, dat kan wel kloppen. Hij doet niet zo heel veel meer met YouTube. Dat heb je, mensen die heel lang aan een droom werken en dan op een gegeven moment zeggen van... ik stop ermee. De tweede, Wilbo. Kennen jullie Wilbo niet? Oh, je kent Wilbo wel. Ja, want je kijkt wel eens naar Ronald, toch? Ja, en daar zie je hem heel vaak op zijn kanaal. Hopen dat hij ook een beetje abonnees krijgt van Ronald en dat soort dingen. Maar voor de rest hele aardige gozer. En dan de derde, de enige echte, Ebert. Tja, wat moet ik eigenlijk over Ebert zeggen? Ebert speelt met Ice Climbers in Smash. Dus ja, die moet je sowieso niet serieus nemen. Anyway, laten we lekker gaan kijken wat zij zeggen over Rickachu. Dus, Rickachu heeft 1000 video's geüpload. Gefeliciteerd. Je hebt op Dankjewel. De knop weten te drukken. Ik bedank je gewoon oprecht, hè? En dat doe je gelijk zo. Dan is het dus nu mijn taak om iets over Rick te vertellen. Ik heb oprecht even moeten opzoeken of die Rick heet. Ik heb het kanaal eigenlijk nog nooit gezien. Dit is zo niet waar. Dit is zo niet waar. Je liegt, David. Je liegt. Maar hij stuurde mij een berichtje, dus nou, doe maar dan. Ja, dat is wel waar. En aangezien niemand zin heeft om nog naar Rick te kijken in deze video, laten we gelijk even beginnen. Meer dan 1 miljoen views per maand, David. Meer dan 1 miljoen views per maand. Er is natuurlijk 1 heel groot verschil tussen Rick en mij. Nee joh, wie hou ik voor de gek? Er zijn heel erg veel verschillen tussen Rick en mij. Zo ben ik bijvoorbeeld wel succesvol de grootste YouTuber van Nederland geweest. Verdien ik wel geld met mijn kanaal. Wacht, kijk, dat eerste, oké. Jij bent de grootste geweest. Hè, ik bedoel, behaalde resultaten in het verleden bieden nooit garantie voor de toekomst. En over geld praat ik niet in de YouTube-video. Moet je maar gewoon Social Blade kijken. En ben ik natuurlijk geen slechte kopie van een veel te oude guy die eigenlijk gewoon Link Tiger en Circuit Gameplay na wil doen. Wie? Maar goed, even serieus. Ja, het is waar dat Rick eigenlijk wat te oud is voor Pokémon. Je bent nooit te oud voor Pokémon. En het klopt inderdaad dat zijn views wat sneller stijgen hoe harder zijn eigen haarlijn achteruit gaat. Oké, deze vind ik echt onder de gordel. Jij wordt grijs! Waarom denk je in godsnaam dat hij steeds een pet draagt? Oké, ik moet eerlijk toegeven? Nee, ik ga helemaal niks toegeven. In de basis snappen we dat Rick eigenlijk gewoon een kleinkind is en een heel erg lomp, lelijk groot lichaam. Zit je nou gewoon te fat-shamen? Dat kan echt niet meer in 2020. En dat L'Oreal speciaal voor die lelijke baard van hem een nieuw type shampoo heeft moeten ontwikkelen. Deze? Maar, we weten allemaal, diep van binnen, Rick eigenlijk gewoon heel erg kut is. Waarom? Het enige waar je mij minder blij mee kan maken dan een video met Rick samen maken, is een giftcard van zijn merch site. Dus wanneer gaan we samen video maken, David? Dan krijg je gelijk een giftcard van mijn merch site. Geen probleem. Maar oké, er is mij gevraagd om een roast te maken door Rick natuurlijk. Dus beter houd ik dit stukje erin, anders denkt iedereen dat ik echt verschrikkelijk ben. Mensen die mij op Twitter volgen, die weten natuurlijk mijn oprechte liefde voor Rickachu. Ik heb wel eens gezegd dat ik hoop dat hij de 1 miljoen weergave haalt, omdat er bijna geen YouTubers in Nederland zijn die zoveel liefde hebben voor de video's die hij of zij maakt. En hij is er wel een van. Rick, gefeliciteerd met 1000 video's. Het is echt super, super knap. En ik wens jou het allerbeste naar de volgende 2000. Sorry voor de dis. Ja, super tof. Dankjewel hiervoor, man. Dankjewel voor je felicitaties. Super leuk dat je dit wilt doen. En ik vind het heel vet om het uit jouw mond te horen ook, David. Omdat jij inderdaad die grootste gaming YouTuber geweest bent van Nederland. Jij hebt dit gewoon op de kaart gezet voor gamers in Nederland. En ja, ik weet niet. Ik ben niet echt van
voorbeelden of zo. Maar jij hebt toch wel aardig wat bereikt. En ik vind dat heel vet. En daar heb ik onwijs veel respect voor, man. Dus dankjewel voor deze video. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dat jij echt heel grof zou zijn. Maar volgens mij heb je mij gespaard. Ja, dit was de legende, David. Thanks, man. En dan nu... Wilbo. Yo, what up, Rikachu's? Wilbo hier om jullie te vertellen dat Rikachu stinkt! Wanneer heb jij aan mijn oksels geroken, Wilbo? Die ene keer tijdens de stappen, dat telt niet, hè? Dan stinkt iedereen. Hebben jullie hem wel eens geroken? Wanneer heb jij aan mij geroken? Ik ga nu gewoon één keer heel erg zweten. En dan was ik dat shirt 3 weken niet. En dan stuur ik dat shirt naar jou op. Omdat jij zo naar bent. Dat klopt. Ik ben hier om hem te roasten voor zijn 1000ste video. Deze man moet natuurlijk wel even flexen met zijn aantal video's. Want zijn abonnees zijn er niks bij. En zijn... Dat is wel waar. En ik snap ook niet hoe dat komt. Waarom hebben wij maar 36.000 abonnees? Hoe dan? Ik snap het niet. Het gaat tegen alle YouTube-logica in die er bestaat. Zelfs Wilbo heeft meer abonnees dan ik. Sorry. En zijn baard dan? Rich! Wat is er mis met mijn baard? Weet je hoe lekker dit voelt zo? Hij probeert gewoon zo'n epische baard als mij te creëren. Ja, dat is waar, Wilbo. Dat is echt waar. En lukt dat? Nee, en altijd maar petten dragen om waarschijnlijk zijn ouderdom te verbergen. Oké, waarom begint iedereen hierover? Weet je wat? Het is nu gewoon het moment. Het moment na 1000 video's waar jullie allemaal op gewacht hebben dat Rick eindelijk een keer zijn pet afzet. Gewoon om te bewijzen dat dit niet waar is. Oké, zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1... Psyk! Nou, dan gaan we toch gewoon even zo verder, hè? Draag ik ook een keer geen pet? Jullie dachten toch niet echt dat dit ging gebeuren, hè? Ik lach om ouderdom. En altijd maar bezig zijn met Pokémon. Je weet dat Pokémon trainers 10 jaar zijn, toch? Oh, snap! Lieve Wilbo, je moet het kind in jezelf nooit loslaten. Het is letterlijk mijn levensmotto. Zie de wereld door de ogen van een kind. Dat maakt het leven echt makkelijker. Geloof me. Helemaal als je niet zoveel views hebt als ik. Allemaal leuk en aardig, Rikachu, maar je weet dat ik van je hou en je weet dat ik het allemaal niet meende. Feliciteer met je 1000ste video. Love you en je baard is natuurlijk veel cooler dan die van mij en ik kan het niet uitstaan dat dat zo is. Blijf zo doorgaan, man. Ik ben trots op je. Ik duw het je niet na. Super bedankt, Wilbo. Ik heb je nu een paar keer in real life ook gezien en ik moet zeggen, je bent echt een toffe gozer. Als je dichterbij zou wonen, dan zou ik gewoon wekelijks bij je chillen, denk ik. Gewoon omdat het super gezellig is. We vinden bijna dezelfde games leuk. Weet ik, die klik is er gewoon. Ik hou ook van jou, jongen. Ik gun je de 100.000 abonnees. Ik hoop dat je dat echt gaat halen. Dat zou super tof zijn. En ik zou willen zeggen dat die baard ook wel goed komt. Gewoon laten groeien. Gewoon doorgaan met laten groeien. Je bent de baas, Wilbo. Ja, en dan nummer 3. Ebert. Hi. Hi. Mijn naam is Egbert en voor zijn 1000ste video werd ik gevraagd door Rick om mee te doen aan een soort roast of Rikachu. Rikachu. Kom op, Ebert. Ik weet dat je het kan. Ik moet zeggen, als je op zoek bent naar Pokémon-video's of naar het YouTube-kanaal met de meest voor de hand liggende woordgrap als kanaalnaam, dan zit je bij Rikachu aan het juiste adres. Jouw kanaal heet Ebert-kanaal. Hoe is dat creatief? En wat je nog meer kan vinden, zijn vooral een collectie van heel veel dezelfde copies op de thumbnails, die... Ja, laat me met rust. En zoveel enthousiasme voor Nintendo dat je zou denken dat Nintendo hem onder schot houdt om dit kanaal te onderhouden. Rick? Knipper 2 keer als Nintendo je dwingt om dit kanaal te onderhouden. Eerst verbaasde me een beetje dat je je kanaal Rikachu had genoemd, maar toen bedacht ik me dat het natuurlijk een hele slimme strategie is om of alleen mensen die heel goed kunnen spellen aan te spreken, of om mensen aan te spreken die niet zo goed kunnen spellen, maar wel specifiek op zoek zijn naar video's over Pikachu. En dat dan dus verkeerd spel. Ja, hier was ik dus op bang voor, hè. Want jij bent echt die guy die altijd alle kanalen gaat uitpluizen, tot in de details. Maar wist je dat dit echt compleet crap gaat? Dat mensen heel vaak Raichu-content vinden als ze naar mij zoeken? Rip. Ripkachu! Thanks, man! Thanks voor dit idee! Dit zie je ook aan de comments onder zijn video's. Hier is bijvoorbeeld één iemand die Rick uitdaagt voor een fysiek gevecht. Mijn fans zijn de beste. Om dit publiek vast te kunnen houden heb je natuurlijk prachtcontent nodig en daarom upload ik bijna elke dag een nieuwe video.
Ik zou het zelf niet kunnen. Vooral omdat ik zelf heel graag moeite in mijn video's steek. Maar toch erg knap dat je dus nu op 1000 video's zit. Wat, jij zit ook gewoon de hele dag op je luie reet, toch? Voor je video's. Heeft hij een nieuwe studio gebouwd? Gaat hij opeens tour doen? Het is voor jou natuurlijk een beetje hetzelfde als 1000 keer je muis indrukken of 1000 keer een glas water drinken. Van die dingen die aan de voorkant heel groot lijken, maar als je er achteraf op terugkijkt, toch minder moeite kosten dan je dacht. Ik ken Rick natuurlijk van onze deelname aan het programma Legend Gezocht, waar hij er binnen de eerste ronde uitvloog omdat ze liever iemand in hun programma hadden die nu Cookie Monster video's maakt. Ik wist dat dit zou komen, hè? Jij was ook alleen maar door omdat je een dinosaurus discussie kon voeren. De Tyrannosaurus Rex is stom, de Triceratops is beter. Nerd. Nu is het natuurlijk niet echt een YouTube ranglijst of zo, maar als die er dus wel was, dan is dit waar je onder staat met je kanaal. Heb je een vriend? Ja, zeker. Mag die dood? Doe ermee wat je wil. Oké. Deze was wel heftig. Wie is deze guy? Dat laat maar weer zien dat niet iedereen snapt wat nou de leukste content is op YouTube. Ebert. Als je het kanaal van Rick voor het eerst aanklikt, dan krijg je niet Rick te zien, maar Calvijn, die zegt dat je op het kanaal van Rickachu moet abonneren. Dat is natuurlijk een hele bijzondere tactiek om een YouTuber te gebruiken die eigenlijk totaal niks met jouw kanaal te maken heeft, om je eigen kanaal aan te prijzen. En toen bedacht ik me, hoe is dat zo gekomen? Dus ik heb de YouTube-video even opgezocht van Calvijn, waar dit fragmentje dus uitkomt. En wat bleek, hij was op zoek naar elke andere gaming-YouTuber, maar hij kon ze helaas niet van elkaar onderscheiden. Ik moet zeggen, je slaat wel de spijker op zijn kop. Ik ben natuurlijk aan het vakken. Rick, je bent super lekker bezig, gast. Ik ken heel weinig mensen die met het enthousiasme wat jij hebt doen wat ze doen. En dat je nu 1000 video's op je naam hebt staan, dat is echt een prestatie. Ik zou zeggen, vraag Calvijn om nog een intro op te nemen. En laten we gaan voor die 2000 video's, baby. Let's go! Eigenlijk wilde ik jou vragen om een nieuwe kanaaltrailer op te nemen. Wil je dat doen? Nou, zoals je al zei, ik heb jou bij Legends Gezocht ontmoet en hoewel we geen duo vormden, voelde ik wel in één keer een soort van klik of zo. Ik ben daarna ook nog een keer bij je thuis geweest. Dat is ook gezellig. Dat gaan we gewoon nog vaker doen. Helemaal nu ik eindelijk weet dat jij verhuisd bent en letterlijk een kwartiertje van mijn huis afwoont. Had je me best mogen vertellen. Maar dude, wat jij zegt klopt wel. Jij stopt zoveel moeite in jouw video's. Dat vind ik echt heel erg knap. Jij zegt misschien dat je niet op mijn manier een YouTube kanaal zou kunnen onderhouden. Ik kan het niet op jouw manier, want man, jij levert quality content, man. Super tof. Bedankt voor het videootje. En ja. Ja, dit was mijn 1000ste video op dit YouTube-kanaal. Even een keer wat anders dan Nintendo content. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Nogmaals, ik heb David, Wilbo en Egbert alle drie gevraagd om dit te doen, om deze dingen te zeggen. Althans, niet per se de dingen die ze hebben gezegd, maar om gewoon eens even grappen te maken. Vond ik gewoon leuk. Doe een blauw duimpje omhoog als je dat ook leuk vond. Laat in de comments weten welke dish je nou het best vond. En voor de volgende video gaan we gewoon weer Nintendo content maken met gewoon een pet op. Dus vergeet niet te abonneren voor dagelijks de vetste Nintendo video's. Mazzel!